Allereerst de context dus. Wat was er aan de hand in Rusland? In de 19e eeuw verspreidde industrialisatie zich over heel Europa. En het aantal industriearbeiders groeide enorm. En mensen trokken massaal van het platteland naar de steden om daar in de fabrieken te werken. En dat gebeurde ook in Rusland. Daar was een hele snelle industrialisatie rond 1900. En daar werden een paar van de grootste fabrieken van het mondiale noorden toentertijd gebouwd. En voor de industrialisatie woonden en werkten de meeste mensen met meerdere familieleden en kinderen op een boerderij. De werkzaamheden binnen en buitenshuis lagen in elkaars verlengde. En dat veranderde helemaal. In het nieuwe bestaan van die steden werden gezinnen uit elkaar getrokken. Ze werden de fabrieken in gezogen, ook de kinderen. En ze werden veroordeeld tot een bezitloos bestaan. Er waren geen sociale voorzieningen, lonen waren laag. Arbeiders leefden en werkten onder erbarmelijke omstandigheden. Ze hadden nauwelijks mogelijkheden om in hun behoeften te voorzien. En de kindersterfte was heel hoog. En volwassenen haalden vaak de 40 niet. Nou ja, denk even hoe oud je zelf bent. Kijk even de kamer rond. Nou, dat zou echt best wel heftig zijn. Wat er wel gebeurde, was dat de industrialisatie ook voor het eerst mensen van heel veel verschillende achtergronden samenbracht. Verschillende religies, genders, seksualiteiten. Overigens was er ook nog niet heel veel bekend over homoseksualiteit of überhaupt het bestaan van transgender mensen, dat soort dingen. Er vond daar een ontwikkeling plaats waarin mensen elkaar leerden kennen en ook meer konden experimenteren met relaties. In 1905 was er in Rusland, ik skip even het hele revolutionaire proces en ontwikkeling en arbeidsbeweging die op de achtergrond speelde. Ja, die ga ik wel een beetje benoemen, maar ik ga niet alle dingen uitlichten die leiden tot die revolutie. Ik ga het puur even alleen houden op de verworvenheden voornamelijk. Maar jullie mogen dat in de discussie zeker aanvullen. Voel je vrij en stel ook vragen als je iets niet snapt. Maar er was op de achtergrond dus een revolutionair proces wel gaande. Want mensen vonden die omstandigheden erbarmelijk en werkende mensen begonnen zich ook te organiseren. Dus naast die industrialisatie ontstond er ook een grote arbeidersbeweging in verschillende landen. En ook in Rusland begonnen mensen zich te organiseren. En er was ook een grote stakingsbeweging ontstaan die door Rosa Luxemburg ook is omschreven in het boekje De Massastaking. En in 1905 was er in Rusland een poging tot revolutie. En dat zorgde ook voor meer ruimte voor mensen aan de grond en voor mogelijkheid tot hervorming en nieuwe ideeën. En daardoor ontstond er in 1907 in Sint-Petersburg en op andere plekken een kleine homo-scene op plekken als badhuizen, bals en feesten en parken. Daar ontmoeten mensen elkaar. Het was over het algemeen in het openbaar alleen toegankelijk voor mannen. En rijke vrouwen konden elkaar wel ontmoeten in eigen kring. En er waren ook sommige vrouwen die zich kleden en leefden als een man om op die manier ook wat meer vrijheid te krijgen. Maar de relaties tussen vrouwen waren sowieso ook wat meer onder de radar op dat moment. Dus daar weten we nog steeds niet zo heel veel over. Minder in elk geval. Maar de subcultuur die ontstond, die werd wel getekend door armoede en exploitatie. Want prostitutie was voor werkenden en soldaten ook een manier om hun inkomen te vergroten. Dus ja, ondanks dat er meer mogelijkheid was qua experimenteren, was het nog steeds geen ideale situatie waarin mensen eigenlijk de vrijheid hadden om dat echt te doen. Even kijken. Ja, en wat jullie ook moeten beseffen was dat de stedelijke bevolking die toen ontstond echt een grote minderheid was in Rusland. Het land bestond voor ongeveer 80% uit een boerenbevolking. En die leefden geïsoleerd in hele uitgestrekte gebieden. En daar was grote armoede, ongelijkheid en repressie. Ze werden gedomineerd door een lokale heer en de kerk. En het was heel erg conservatief daar. En überhaupt het idee daar van homoseksualiteit, dat bestond, dat was onbekend. Vrouwen hadden er echt nauwelijks rechten. Ze mochten door echtgenoten geslagen worden. In heel Rusland was sodomie als seksuele handeling strafbaar. En het kon leiden tot verbanning en dwangarbeid in Siberië. Dus dat was een heel verschillende gang van zaken. En sowieso, naast zeg maar Rusland zelf, waren er ook gekoloniseerde naties.
En daar leefde 57% van de bevolking. Dus dat was niet eens een eigen land, maar er waren heel veel landen daaromheen. Nou, en die kregen bovenop die sociaal-economische onderdrukking ook nog racistische onderdrukking. Er waren verboden op het spreken van de eigen taal, het beoefenen van religie en culturele gebruiken. Dus ja, en dan als je daar een vrouw was in die samenleving, zag het leven er nog weer een tikje anders uit. Ja, en als je dan inzoomt op de positie van vrouwen sowieso, nou, er waren heel veel seksistische vooroordelen en beperkte wetgeving. Er was geen zelfbeschikkingsrecht, want ze zouden voorbestemd zijn voor het moederschap, was het idee. En ze mochten niet deelnemen aan politieke organisaties. En veel vrouwen waren ook ongeletterd. Even kijken, dit is iets wat ik, waar ik niet verder op inging. Ja, op die manier, op dat moment kwam er wel ook verzet. Ook vanuit groepen, rijkere vrouwen, vrouwen van fabriekseigenaren, gegoede vrouwen. En die waren ook bezig rond het kiesrecht. Dat waren ook de arbeiders die bezig waren met het kiesrecht, zowel mannen als vrouwen. Maar ook rijke vrouwen die waren bezig om dat zelfbeschikkingsrecht te krijgen. Maar hun uitgangspunt was eigenlijk wat anders. Want ze hadden zoiets van, nou, hè, wij willen graag op dezelfde positie staan als mannen. Dus wij willen ook bedrijven kunnen runnen. Hè, wij willen ook stemrecht hebben. Wij willen ook bezit hebben. Ze deden ook op dat moment concessies. Zoals, ja, misschien moeten we niet gelijk kiesrecht voor iedereen. Dus misschien hè, dat alleen de rijke mannen en de rijke vrouwen dan kiesrecht krijgen. En dan hè, de gewone werkende mensen nog even niet. Hè, die moeten dan maar even wachten. Dus de revolutionairen die actief waren, die waren ook een beetje wantrouwig ten opzichte van die groep vrouwen. Ze hadden zoiets van, ja, oké, jullie worden ook onderdrukt in dit systeem. En je hebt ook te maken met bepaalde voordelen. Maar je positie is wel heel anders in dit systeem. En dat is iets wat Alexandra Kollontai ook heel goed uitlegt. Ze heeft op een gegeven moment een pamfletje geschreven over hoe het ging met zwangerschappen. En ze vertelt dan dat de vrouw van de fabriekseigenaar heel erg in de watten wordt gelegd. Want die is in verwachting en hè, ze moet niet te veel bewegen en niet te veel tillen. Maar in de kamer daarnaast, daar staat degene die het huishouden doet in het huis. Die is ook zwanger. Ja, die kan gewoon alles tillen. En er wordt niet gedacht aan haar lichamelijke gesteldheid. Er zijn geen faciliteiten voor haar. Vaak waren werkende vrouwen ook de minnen voor rijke vrouwen. En moesten ze hun eigen kinderen dan ook verwaarlozen. Fabrieksvrouwen die werkten soms tot het laatste moment in de fabrieken en kregen soms zelfs hun kinderen ook in de fabrieken. Dus dat was gewoon een heftige situatie. Dat maakte de strijd van die arbeiders heel belangrijk. Ook omdat een aantal in Rusland zo gigantisch toe aan het nemen was. Eventjes kijken. Ja, in het algemeen, in de 19e eeuw waren vrouwen ongeveer 20% van de werkende bevolking in Europese landen. Maar in Rusland waren ze in 1914 een derde van de werkende en in 1917 zelfs de helft. En hun positie, net als die van de kinderen die in die fabriek werkten, was heel kwetsbaar. Zij hadden de laagst geschoolde en minst gewaardeerde beroepen, zoals in de textielindustrie. Hun lonen waren hoogstens de helft van die van mannen en meestal onvoldoende om individueel van te overleven. Ze werkten hele lange dagen, zoals ik net al zei, hè, tot het einde van de zwangerschap. Er kwamen werkdagen van 17 uur per dag voor. Natuurlijk moest naast dat werk ook nog het huishouden gedaan worden en voor de kinderen gezorgd worden. Dus dat was een hele heftige situatie. En Alexandra Kollontai, de Russische revolutionaire die ik net noemde, die beschrijft ook dat zij in 1895 naar een textielfabriek ging en dat daar praktisch de arbeiders gevangen waren in de fabriek. Want ze werkten dan 12 tot 18 uur en dan gingen ze vervolgens daar in de slaapzaal slapen. En de meesten die haalden de 30 niet omdat hun leefomgeving zo vervuild was. Even kijken. Ja, dus
Dank je. Dus voor hen was het belangrijk dat ze niet alleen de formele gelijkheid kregen van gelijke rechten, want dan zouden ze net als mannen even hard in de fabriek uitgebuit worden, zou er niks aan hun situatie veranderen, maar ze hadden behoefte aan sociale rechtvaardigheid. En dus zeiden de socialisten, ja, volgens mij moeten jullie als groep, moeten niet samen op gaan trekken met die rijke vrouwen om dezelfde eisen te eisen. Maar moeten wij juist ons apart organiseren. Misschien af en toe samenkomen, een incidentele samenwerking hebben als dat nuttig voor ons is. Maar wij hebben behoefte aan eisen als zwangerschapsverlof, gratis kinderopvang en onderwijs. Clara Zetkin, die in Duitsland actief was, die schrijft over. De strijd van de proletarische vrouw kan niet hetzelfde zijn als de strijd van de bourgeois vrouw tegen de mannen van haar klasse. Haar uiteindelijke doel is niet de vrije concurrentie met de man, maar de politieke heerschappij van de arbeidersklasse. De proletarische vrouw vecht hand in hand met de man van haar klasse tegen de kapitalistische maatschappij. Even kijken. Ja, en tijdens de revolutie kwam dat ook naar voren, die positie van die werkende vrouwen. Even kijken. Naast die situatie die ik net omschreef, in 1914 was er ook sprake van de Eerste Wereldoorlog. Nou ja, dat veroorzaakte ook heel erg veel ellende, honger en armoede. Dat maakte dat vrouwen vaak urenlang in de rij stonden voor voedsel. Zij werden dus heel erg hard getroffen. En dat zorgde ook voor een radicalisering bij die vrouwen. Hè. Je hebt op dat moment ook broodrellen. Ze zijn ook onderdeel, nemen deel aan stakingen die in die periode gedaan worden. En op Internationale Vrouwendag in 1917, dan gaan vrouwelijke textielarbeiders in Petrograd in staking. En ze trekken met honderden van fabriek naar fabriek om andere arbeiders over te halen om te gaan staken. En ze gooien stokken en stenen en sneeuwballen door de fabrieksramen. En ze dringen de werkplaatsen binnen om te eisen dat de oorlog ophoudt en dat de mannen terugkeren van het front. En ze eisen ook solidariteit. En daarmee richten ze zich vooral op de geschoolde arbeiders in machine- en metaalfabrieken om mee te doen. Want die groepen die stonden bekend als de meest politiek bewust en die hadden ook de beste uitgangspositie. Dus als die fabrieken stilstonden, dan betekende dat ook echt een groot probleem voor het kapitaal. Dus die arbeidsters die begrepen duidelijk dat ze alle werkenden moesten betrekken. En ze wisten ook dat ze soldaten aan de kant moesten krijgen. Dus daarover schrijft de Russisch revolutionair Leon Trotsky. Wat die vrouwen deden, zij gaan moediger dan mannen naar de cordons, nemen de geweren vast, smeken, bevelen bijna, leg jullie bajonetten neer, sluit je aan. De soldaten zijn opgewonden, beschaamd, wisselen angstige blikken uit, aarzelen. Iemand neemt het eerst een beslissing en de bajonetten gaan schuldbewust boven de schouders van de oprukkende menigte uit. En op die manier zorgen ze dus voor dat er, het wordt vaak een vonk genoemd, maar ik las een artikel wat zegt nee, de vrouwen waren eigenlijk op die manier de motor van die beweging, omdat zij die onderdrukking het hardst voelden en daardoor ook ervoor zorgden dat die Russische revolutie van start ging. En dat was een veel langer proces, maar je ziet dat daarbij het gevecht tegen de uitbuiting en de onderdrukking heel belangrijk is om die revolutie gaande te krijgen, een belangrijke voeding. Vanaf dat moment gaat het proces van de revolutie verder. En de revolutionairen staan voor een grote uitdaging. Ze wilden verbeteringen voor de onderdrukte realiseren. Het land was in grote armoede en de werkenden zijn in de minderheid. En ze moeten de revolutie ook nog verdedigen tegen contra-revolutionairen. Want er vallen in 1918-14 buitenlandse legers binnen. Omdat andere landen ook bang waren voor die revolutie. Hè? En intern waren er ook een hele hoop mensen van de heersende klasse die niet blij waren en die revolutie aanvielen. Even kijken. Maar die revolutionairen hadden zoiets van, we hebben deze revolutie gemaakt, we gaan die revolutie verdedigen. Maar we moeten
de wetten realiseren en we moeten de inspiratie realiseren, zodat ook in andere landen revoluties uitbreken en zodat wij ook echt laten zien dat we onze principes in praktijk brengen en daarmee ook laten zien wat we waard zijn. En ik denk dat dat heel inspirerend is, want in dat land wat ik net beschreef in 1917 werd toen de meest progressieve wetgeving wereldwijd ingevoerd. En waar bestond dat uit? Stemrecht voor iedereen, ook voor vrouwen. Op initiatief van beide partners kon gescheiden worden. En dan ook echt heel snel scheiden, niet een voortslepend proces. Gelijk loon voor gelijk werk. Betaald zwangerschapsverlof. Voor en na de geboorte. Vrouwen mochten politiek actief zijn en functies bekleden. Kinderopvang, wat door de staat ook geregeld werd en gratis was. En ook het recht op zelfbeschikking van de gekoloniseerde naties. En in 1920 werd abortus uitgeroepen als gewone gezondheidszorg en gratis in staatsziekenhuizen. Homoseksualiteit en seksuele handelingen, of in elk geval seksuele handelingen zoals sodomie, werden gedecriminaliseerd. En de officiële richtlijn was dat de staat zich niet moest bemoeien met het seksleven van mensen, zolang er niemand geschaad werd. En het idee was dat onderdrukkende structuren verworpen moesten worden en mensen de middelen moesten krijgen om in staat te zijn echte keuzes over hun leven en seksuele relaties te maken. Dus dat was het meest belangrijke, dat gevoel van de hoop en de mogelijkheid. En de regels waren de bedoeling om dat te faciliteren. Maar in zekere zin moest het ook in praktijk gebracht worden. Even kijken. En de ooggetuigenverslagen uit die tijd laten ook zien dat daar waar de beweging sterk was in de steden, dat mensen daar ook aan meededen. Dat je overal actieposters zag en dat er op bijna elke straathoek mensen aan het discussiëren waren over hoe ze dat vorm konden geven. Bijvoorbeeld twee vrouwen grepen in die periode de gelegenheid aan om ook te trouwen, zeg maar. Echt ook legaal. En de Bolsjewistische partij sloot zich ook aan bij de World League for Sexual Reform. En even kijken. Ja. En er werd een vrouwenraad opgericht. Maar ik mis hier een heel pagina waarin ik dat had opgeschreven. Dan ga ik het even aan mijn hoofd doen. Maar er werd om het in praktijk te brengen, werd er een vrouwenraad opgericht. Even kijken. Oh, wacht. Nee, ik heb hier wel die pagina staan. Sorry. Even zien. Ja. In 1919 werd er een vrouwenraad opgericht als apart onderdeel van de Bolsjewistische Partij. En hun motto was agitatie door daad. En ze wouden geprivatiseerde huishouden socialiseren door echt te gaan zorgen dat het huishouden voor iedereen geregeld was door de staat, collectief. Dus ze zetten restaurants op, kinderopvang, wasgelegenheden en daarmee wilden ze vrouwen en werkenden gewoon ontlasten en ook de energie geven om actief te zijn in het politieke leven. En in de praktijk werd dat een bescheiden succes, want in 1920 werd in Petrograd 90% van de bevolking gevoed en 40% in Moskou. Maar dat was ook vanwege de oorlog en omdat het in sommige gevallen ook of daar eten was of niet. Dus dat moet je wel in een context zien. Ook werden er op 38 plekken in de provincie kinderopvangplekken geregeld. En wat ook heel belangrijk was, de raad wilde de vrouwen ook zelfvertrouwen geven om zichzelf ook te organiseren en te ontwikkelen. Dus ze produceren een eigen krant, ze reisden met teams naar afgelegen gebieden. Ze zetten een systeem van gedelegeerden op, waarin vrouwen eigenlijk de mogelijkheid kregen om een snel opleidingstraject te volgen. En dan in de leer te gaan bij fabrieken, ziekenhuizen, Sovjets. Bonden of ambtenaren. En dat die gedelegeerden vervolgens teruggingen naar hun eigen woonplaats om dan de mensen daar weer te leren hun kennis te delen. En in 1920 waren er door het hele land 853 conferenties van werkende en boerenvrouwen gehouden. En in dat jaar waren er ook 500.000 vrouwen actief als gedelegeerden voor de conferentie.
Dus dat was een hele grote prestatie in hele uitdagende tijden. Even kijken. En wat er ook was natuurlijk, is, ik vertelde net over de koloniën. En in 1922 waren zeven van de koloniën van de Sovjet-Unie acht autonome republieken. En zij werden ook bevolkt door moslims. En ze stonden daar ook voor, de revolutionairen stonden daar ook voor een uitdaging. Want ze merkten dat de koloniën heel erg hadden geleden onder onderdrukking. Maar dat daar ook daarbinnen sprake was van vrouwenonderdrukking. Maar ze konden hun principes van de Sovjet-Unie niet opleggen aan de mensen, want die hadden ze net zelf beschikking gegeven. En dan ga je niet zeggen, ja, jullie moeten het anders doen. Dus wat gebeurde er nou? Ze stuurden ook teams van die vrouwenraad daarheen om met moslimvrouwen te praten en te spreken over vrouwenrechten. En hun te leren lezen, schrijven als ze dat wilden of kennis te delen. En mensen in de kolonie kregen ook de mogelijkheid om te kiezen wat voor wetgeving ze gebruik wilden maken. Dus als je als vrouw wilde scheiden, mocht je bijvoorbeeld kiezen of je dat volgens de sharia wilde doen of de Sovjet-Unie. En als ik vrouw zou zijn, dan zou ik het denk ik wel weten welke van de twee ik zou kiezen. En zo maak je zeg maar dat mensen de optie hebben en dat uit zichzelf kunnen laten doen. Goed, dat is allemaal heel mooi. Alleen, ja, de uitdaging was niet weg. Die burgeroorlog die woede voert, die duurde uiteindelijk 3 jaar, vanaf 1918. En daar stierven ook aan het front de beste revolutionairen. In de steden was er honger. Mensen trokken zich ook terug naar het platteland. Dus die basis voor die revolutie, die teerde ook in. De ideeën voor de revolutie waren nog niet doorgedrongen tot alle lagen van de bevolking. Zelfs niet ook binnen de partij. Er werd in de Bolsjewistische partij geklaagd dat sommige partijleden liever trouwden met vrouwen buiten de partij. Of die niet communist waren, want die deden dan fijn het huishouden nog wel en zo. En dan, anders dan was het zo'n gedoe, want dan had je vrouw die van vergadering naar vergadering rende. En dat was dan zo lastig. Dus ja, daar was heel veel kritiek. En er was niet voldoende, waren niet voldoende middelen om die structuur van de familie te veranderen. En daardoor werden bijvoorbeeld ook met die nieuwe wetgeving vrouwen en kinderen ook de dupe. Dat mannen zoiets hadden van, nou ja, ik kan nu van je scheiden, dus tabé. Of de nieuwe familiestructuren of de nieuwe staatsstructuren werden gebruikt om kinderen ook in tehuizen achter te laten. Of nou ja, er waren sowieso ook veel wezen. Dus dat was echt best wel intens. Ik las ook dat dat in 1921 de economische productie maar 18% was van wat het in 1914 was geweest. Nou ja, dat zijn best wel heftige cijfers. Dus op een gegeven moment, door die gang van zaken, moesten de revolutionairen ook keuzes maken. Of daar was heel veel discussie over, maar er werden keuzes gemaakt. Waardoor die verworvenheden van de revolutie voor een gedeelte werden teruggedraaid. Eigenlijk waren ze aan het wachten totdat er in andere landen, zoals Duitsland, een revolutie zou uitbreken. Waardoor er meer middelen zouden ontstaan om hun revolutie en principes verder in praktijk te brengen. Want in dat soort landen had je veel meer middelen om wel dit soort structuren op te zetten en te ontwikkelen. Dus in 1921 werd de nieuwe economische politiek ingevoerd. Waarin weer een gedeeltelijke privatisering was van bedrijven. En veel ongeschoolde werkers ook ontslagen werden. Dus er ontstond massale werkloosheid en 70% van de vrouwen werd ontslagen. En Alexander Kollontai beschrijft dat ook op een best wel hele aangrijpende manier in The Love of Worker Bees, dit boek. En daar vertelt ze over vrouwelijke revolutionaire die ontdekt dat haar partner een affaire heeft met een... geen affaire. Ze ontdekt dat haar partner een prostituee ziet. En ze komt die vrouw tegen en ze gaan een gesprek aan de keukentafel. En dan vertelt die prostituee, ja, ik heb geen werk meer. Ik kan niet meer in mijn bestaan voorzien. En daarmee wil Kollontai ook alles illustreren van, nou ja, het hartverscheurende van, ja, dit is dus wat er nu is gebeurd. Goed, eind jaren 20 werd de Stalinistische bureaucratie steeds machtiger. En in de jaren 30 werd dan ook de Zenodotto afgeschaft, de Vrouwenraad. Abortus werd weer niet toegankelijk en ook zelfs strafbaar. Scheiden werd bemoeilijkt en homoseksualiteit werd weer gedecriminaliseerd. En in plaats van vrouwen in de gekoloniseerde gebieden
de keuze te geven wat ze wilden en ook het zelfbeschikkingsrecht werd er gedwongen, ontsluierd. Dus dat er verboden werd sluiers te dragen, dat soort dingen. Dus er was weer een hele andere soort gaande, een hele soort andere soort aanpak die niet meer die revolutionaire idealen weerspiegelde. Maar ik denk wel dat dit voorbeeld in dit land, in die specifieke situatie, illustreert wat er mogelijk is. Maar ook wat er zou kunnen zijn als een land verder is met de industrie. En als een land wel al de infrastructuur heeft om dingen te veranderen. Want dan zouden mensen echt daadwerkelijk vrij kunnen zijn om zichzelf te kunnen zijn en te ontwikkelen en het leven kunnen leiden zoals ze dat zelf willen.